Je bent het meest productief op de werkvloer wanneer je gelukkig bent. Om dit voor elkaar te krijgen, moet er ruimte zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Iets wat lang niet altijd vanzelfsprekend is. Nou, je behoudt enthousiaste medewerkers door heel veel aandacht te besteden aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij pakken dat bijvoorbeeld aan door iedere vrijdag om 1 uur te stoppen met werken. We hebben dan gildes georganiseerd, waarbij iedereen binnen zijn eigen expertise met collega's kan praten over methodieken, over werkprocessen, over ervaringen die ze hebben in projecten. En ze dus de tijd geven om de kennis en ervaring uit te wisselen. Wat wij doen is, wij maken software en mobiele applicaties menselijker en gebruiksvriendelijker. In onze eigen situatie is het zo dat mensen zijn gemiddeld 80% buiten de deur, werken ze op locatie bij onze klanten. Dus de tijd die ze binnen zijn, is heel belangrijk om met elkaar door te brengen, om de kennisdeling te doen, om het familiegevoel te borgen, om een team te zijn, om ergens bij te willen horen. Wat ik veel zie bij andere bedrijven qua bedrijfscultuur, is dat mensen op andere projecten zitten en dan zien ze elkaar 1 keer in de 3 maanden. En dan is het vooral bijpraten in plaats van leren met elkaar en zien waar het heen kan. 80% van mijn tijd werk ik bij opdrachtgevers op locatie. En daarom is het extra fijn als je op vrijdag bij elkaar bent en dan met elkaar kunt praten over de dingen die je die week gedaan hebt. En daarbij ook een stukje persoonlijke ontwikkeling kan doen. We hebben nu een heidag en op de heidag is het moment dat we de kwartaaldoelen samenstellen. En dat doen we ook echt met elkaar. Dus dan heb je ook meer dat gevoel van dat je echt samen voor dit bedrijf jezelf inzet. Het voordeel voor opdrachtgevers is dat wij kennis van andere projecten ook in hun project kunnen toepassen. Omdat wij die kennis met elkaar delen.